Ja, goedemiddag dames en heertjes. We gaan verder met Rise of the Tomb Raider met de spelbreker. Derde deel. Ik laat jullie eerst even genieten van de cutscene en daarna doe ik mijn korte introductie weer voor als je deze dit niet je eerste filmpje is. But I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Katesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the prophet's artifact? The same symbol. Laura. If the divine source is hidden in the ruins of Katesh, waiting to be found, then I have to go. To Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Jonah, we've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Katesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't! If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. Shit, Laura. What are we gonna do? I led them to it, Jonah. If the divine source is real, we've got to find it first. Siberia it is, then. Ja, ja, dat ziet er allemaal spannend uit. Dames en heren, dit is de spelbreker. Die gaat jullie de volgende missie laten zien in Rise of the Tomb Raider. Ik hoop dat jullie de vorige filmpjes ook hebben gekeken. Het ziet er fucking vet uit. En nou ja, dit was ongeveer de 8e keer dat Lara Croft doodgaat in de eerste 30 minuten van de game. Ik ben benieuwd wat het volgende deel ons gaat brengen. Siberië. Let's do it. Ja, daar gaan we. Achievements!
Lekker hoor. Nou, de Avalanche was het vorige level. Daar heb ik nu de achievement voor vrijgespeeld. Keep moving. Nou ja, daarnet een of andere berg waar je sterft. En nou sterf je weer in Siberië door de kou. Ze is wel hard, ze is wel hard. Nou, in de vorige missie hebben we onze eerste gunfight hebben we gehad. Eindelijk een keertje een moment waarop we mochten schieten. Het is voornamelijk nu alleen maar survivalen geweest in cutscenes. Maar ja, dat verhaal dat is gewoon geweldig en dat is waarom je Tomb Raider wil spelen. De Mello die zegt eventjes, doe het goed, succes man. Hartstikke bedankt, thumbs up man. Thank you. Voor de mensen die het niet weten, ik doe me ook livestreams. Twitch.tv/despelbreker, daar kan je alle opnames live meekrijgen. En niet alleen de opnames, meestal ook gewoon lekker een beetje spelen. Spelen met kijkers, vragen van kijkers. Leuk als je daar ook bij komt. Not enough to last the night. Need to gather more. Een beetje hout verzamelen voor een vuurtje. Dry enough to burn. I hope. Ja, lekker, lekker warm ook. Fresh kill. No meat. Gezondheid. Back to camp. Zo. Ja, was daar een van de pack of wolves, hè, terwijl ik net aan het niezen was. Die zullen we zo direct ook wel gaan encounteren. We hebben een geweer bij ons. Even naar de billen kijken. Ik zie geen geweer. Ja, we gaan weer naar een filmpje. Ja, dit is duidelijk hè jongens. Onze eerste pijl en boog. Going to need a stronger bow. En het eerste moment dat we mogen gaan upgraden. Like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. Landboog. It wants me to just lie down and die. Het is niet anders hè, daarmee beginnen. I can't. There's something here. Ik zie dat het upgrade menu echt een stuk uitgebreider is geworden dan wat het hier voorheen was. Nou, de kosten zijn rechts onderin papiertjes en huid. We beginnen gewoon met de eerste en de rest zullen we vanzelf wel tegenkomen. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is kunnen we ook allemaal niet betalen om dit beter te maken. Wapens wisselen. De expeditiejas of de leren jas. Ja, het was lekker koud, dus. Laten we maar lekker de dikke jas aanhouden, ook al heeft het volgens mij niet heel veel meer waarde. Maar ja, voor degene die dat leuk vinden, je kan er dus helemaal omkleden. Vaardigheden, 1 punt beschikbaar. Nou, dat heb ik dus van mijn XP uit voorgaande missies heb ik dit gekregen. Vijanden die geruisloos worden vermoord worden automatisch geplunderd voor grondstoffen. Nou, niet heel erg interessant, kan ik ook apart doen. Ja, kijk, dit is de counterattack tegen aanval. Dit is wel echt, in ieder geval wat ik weet van de vorige Tomb Raider, is echt hetgene wat je wil. Hiermee krijg ik minder schade van vijandelijk vuur. Ja, dit is ook natuurlijk hartstikke goed, maar die tegenaanval die is echt verschrikkelijk goed.
Helemaal op het survival niveau verwacht ik in ieder geval, op het moeilijkste niveau, dat je deze nodig gaat hebben. Ik heb hem nog niet helemaal uitgespeeld. Eigenlijk net zo ver als dat jullie nu kunnen zien. Maar ik ga gewoon uit op de ervaring die ik heb opgedaan uit de vorige game. En weer een achievement! Oké. We gaan dier... Oh ja, ik zie hem. He spotted me. Dat is jammer. Toch als je wat ziet glinsteren moet je erheen lopen. Een noodvoorraad. Het papiertje is een noodvoorraad. Ah, dus daarmee kan ik ook dingen gaan upgraden. Ik zie weer wat lopen. It's a little rabbit. Oh. Ze houdt hem niet zo heel lang vast. Als ik snel op I druk, dan cancel ik mijn schot. Maar ik weet nou niet of dat... Hotse vlots. These ruins here. Mongolian. Die duif. Die wil ik ook. Trinity. They're here. Dat ik nog ook een beer schieten hoor ik al. Oh shit. What the hell is that? Oké, diepe sneeuw vertraagd. Logisch, logisch. Survey 18, this is Overwatch. Please respond. Survey 18, please respond. We got some interviews. Oh, daar hebben we. Dat ziet er leuk uit. Tadada! Oh ja, 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 ja. Ik zag het al aankomen, die diepe sneeuw, hoppakee. En heerlijk, die cutscene zit er dan echt nog steeds in. Dat laat Lara gewoon helemaal kapot gemaakt worden. Oké, niet door de diepe sneeuw, niet door de diepe sneeuw. Wel wat eten. Ik zeg vechten. En weer een val van 10 meter. Deze keer niet snel. Het is ook echt niet dat ze eventjes een keer een kopje thee gaat drinken of zo. Hè? Het is gewoon continu bam 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 bam. We hebben weer een filmpje. Lara. Refusing to use the door again, I see. But it's faster this way, Dad. Come here, you little monkey. Are you going on another adventure? Yes. My greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Lara, listen. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Give me a moment, darling. I need to take this. Ah, okay. En dan liggen we weer hier. We mogen bloemetjes plukken. Those leaves should stem the bleeding. Ah, klinkt goed, klinkt goed.
Gewoon weet je, in alle oude games was dat altijd zo, weet je. Plantjes helpen. Resident Evil, een game van 15 jaar oud. Plantjes helpen. Gewoon groene plantjes vreten. Nou, komt het weer goed. Uitzicht is weer episch hoor. En nou kon ik dus een soort bandage maken waarmee ik mezelf dus heb geheeld nu. Zal ik wel vaker nodig gaan hebben op Survivor. Is die beer niet dood? Zit hem niet in de beer te verslaan? Nou gewoon met mijn blote vuisten. Knijp zijn kop eraf jongen. Ik ga ervan uit dat we gewoon een mogelijkheid krijgen eigenlijk, als we maar doorlopen. Oeh, dat is grappig. Gifpijn. Kleine oranje containers voor beloningen. Okay. Een beetje ijs aan de muur, waar we lekker die bijltjes in kunnen zetten. Hier kunnen we mooie upgrades van gaan kopen. De zipline mag gebruiken. Iets vullen. Ja, ook goed. Ja, paddenstoelen. Paddenstoelen, 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 paddenstoelen. Vind doeken voor de giftige pijlen upgrade. Oké. Dit moet je denk ik in de fik kunnen gaan steken uiteindelijk. Speciale kogels en shit. Nou, helemaal goed. Collectible, nou, zoals ik al in mijn voor... En Russisch geleerd. Ik leer een stukje Russisch nu. Dat zit linksbovenin, kan ik dat nu zien. Dat kunnen jullie net niet zien door mijn camera. Maar ik had ook al in de eerste missie had ik, een deel Grieks geleerd. Toen was ik ook echt geleveld naar taalvaardigheid level 1 met Grieks. En nu een stukje Russisch. Ik weet niet wanneer dit terug gaat komen, die talen. Maar het zal waarschijnlijk wel een rol spelen natuurlijk in de game. Anders zit het er niet in. Maar interessant, interessant. Leuk om achter te gaan komen. Deze boom kan ik klauteren. Eens even kijken wat daar het nut van is. Ah, naar mijn mening helemaal niks op het moment. Dus leuk, fijn. Dit ziet er nuttiger uit. Mogols geleerd door deze collectible op te pakken. Zoals ik al zei, de collectibles pakken we wel op natuurlijk voor de XP. Dat is altijd handig om upgrades te gaan kopen. Maar we gaan ze niet helemaal behandelen. Aangezien ik me nu even wil focussen op het spelen van de game. Hey. Rendy is je dood. Sprong van 10 meter kan ze hebben, had ik net gezien in de filmpjes. Dus, Oké. Luid. Nou, het is ook veel XP waard, dus ik ga dat zeker voortzetten. Beetje hout. Voor de pijlen zie ik. Huid. Ook voor upgrades. Het zal vast allemaal wel een doel hebben. Een nestje. Oké, veren. Voor het upgraden van pijlen. Ik zag daar wat glinsteren rechts. Lopen we eerst heen. Weer een huid.
might be able to make something with all this. Should head back to camp and try. Okay, nou, terug naar het kamp, duidelijk. Let's do so. Blaadjes plukken, leuk joh. Stukje hout. Oh nee. Hey. Oh, ik heb geen pijlen meer ook. Go! Houd right trigger vast om pijlen te maken. Okay. Dat is fijn. Gebruik het menu om gifpijlen te maken. Yes. Deze kan ik niet meer maken. Uitrusting. Pijlkoker. Nou, allemaal upgrades die ik niet kan betalen. Dus hoef ook niet naar te kijken. Wel upgrades beschikbaar voor de wapens. Yes. Treksnelheid. Toegepast op alle bows. Okay. En voor het bijltje. Ligt beter in een hand zodat je combo's kunt maken door met twee bijlen te zwaaien. Ik ga toch nog voor het pijlenboog. Die komt later wel. Oké. Okay. We hadden ook nog een vaardigheidspunt. Maar die bewaren we eventjes. Kunnen we even gaan kijken wat de game ons verder gaat brengen. En weer een filmpje, jongens. I don't give a damn about my reputation. Don't you dare threaten me. After everything I've done. Hallo? Hallo? Dad, what's happening? They're fools! You're scaring me. I'm close, Lara. Close to something important. Someday, you'll understand. I don't want to understand. I just want you to stop. Be my dad again. Runner down. Teams report in. What's the situation? Over. We found another camp up here. Fire was still warm. Yeah, in the boom. Can't be far. Over. Comms are still spotty, so stay in close. We need to find. Ik verwacht dat hij klaar is met praten, anders zal ik ongetwijfeld een probleem krijgen. Roger that. We'll make a full sweep. What's out to pick up the trail. Roger that, but it looks like they've retreated. Primary objective. Deze zat midden in een gesprek en die heb ik omgelegd, dus ik weet niet of het acceptabel is. Oh, een achievement zelfs! Lekker! Wiley is having a conversation. Dat is zelfs. Dus wanneer ik iemand omleg,
tijdens het gesprek is dat een achievement waard. Nou, dat zou juist geen achievement waard moeten zijn, omdat het eigenlijk een beetje dom is natuurlijk. Ik bedoel, dat is toch alleen maar een signaal. Nou, maakt het niet uit. Maakt het niet uit. De beste planten. Oh, de beste plannen. Zo, een beetje blind hier dan. De beste planten. Planten. Wat is het met die planten nou? Een beetje hout erbij. Shit. Spread the word. The natives set snares in the clearing. They must have planned for it. Hoppakee, dat kleine meisje legt ze wel even om hoor. Oh, de marktplaats. Nou, daar gaan wij niet op hoor, de marktplaats jongens. Moet verdorie al 70, 60 euro worden betaald voor een game. En dan moet je ook nog even naar de marktplaats om daar 40 euro uit te geven. Om de game een beetje normaal te spelen. Nou, maar dat spelletje doen wij niet mee. Eigenlijk zo even heel leuk vanaf dit lijntje. Kan ik zo die gast pakken, maar volgens mij wordt het helemaal niet even leuk vanaf dit lijntje. Dit wil ik niet. Ah, oké, dit is mooi. Dan weet ik dit ook weer. Dat kan dus zo dichtbij. En er was volgens mij iets met inventory vol, zag ik nu even kort. Kan ik hier tussendoor of moet ik echt langs hem? Counterinsurgency protocols. It'll blow the timetable. Constantine's not gonna like that. Give me cover, bud. We got incoming. Zo, even een paar headshots. Ging goed zo, toch? Ah, dat is onder controle. Mooie dure laptop waar ik niks mee kan. All teams, keep your eyes open. The native... We're gearing up. Booby trap the woods. Richten en gooien. Oké. Okay. Ja, uiteindelijk denk ik vast wat mee in de fik steken, maar ja, we hebben niet eens een geweer nu. Terwijl deze gasten gewoon Kalashnikovs vast hebben, maar die mag ik niet overnemen. Helaas. Wederom een collectible. Leuk voor de XP, maar niet interessant meer. Ik wil eventjes weten hoe ik bij mijn bestemming kom. Oh ja, kijk hier de bomen. Je kan de bomen, jij! Graag zelfs, want dan moet ik toch wezen. De beste plannen. Versla de beer. Ja, nee, dat is een goed plan, ja. Waar zien ze hem dan? Waarom zie ik hem niet? Is hij gewoon daar zitten? Ja. To draw it out. Drew?
Right button. Terwijl je richt om te schieten. Nee, nee. Dat was te vroeg, dat wou ik niet. Ik weet alleen niet waarvoor ik tijd heb gewonnen. Peter, alsjeblieft. Oké. Kan ik niet gewoon mijn vriend worden of zo? Hey! Hier 1-1 beer. Was huid. Tuurlijk, maar neem je die hele huid mee hoor. Ik wil gewoon echt. Als een van die oude Mongoolse leiders gewoon met zo'n hele berenhuid gewoon om je heen lopen. Dikke viking. Hm. Mooi. Ja, loot, loot. Hoppakee, aangevreten hert. Maakt me niks uit. Collectibles, Russisch leer ik weer een stukje, zie ik. Helemaal goed. En onder de Russische kist hier ook nog. Van de Sovjet-Union. Hey. Onderdeel voor een wapen. Dat is altijd maar meegenomen. Deze muur trekken we even open. Want dat die beer natuurlijk nog niet kunnen doen. Die was er niet sterk genoeg voor. Want die had geen bijl, hè. Die beer had geen bijl. Die kon niet eventjes die muur openbreken. Let's glide. Oké. Daar moet ik mezelf te veel voor inhouden, jongens. Dat ik niet achterom ga kijken voor die collectibles. Dat is eigenlijk normaal om mijn speel staan. Maar dat maakt het filmpje een beetje saai als ik continu alles ga bekijken. Dus vandaag gaan we eventjes lekker gewoon dingen oppakken die ik nodig heb. En waar ik langskom. Zoals nu ook ga ik niet... Normaal lees ik dit allemaal, weet je. Dat is ook leuk om te weten. En zeker als je de game gaat halen... Raad ik je echt aan om dat ook te doen, weet je. Want de lore is gewoon mooi. Het verhaal is mooi. En ook al die zijverhaaltjes zijn gewoon echt... Ja, het is echt wel de moeite waard om dat te lezen. En vaak krijg je er ook wat van. Belangrijkste is dat. No problem. En dan maken we weer een kampvuurtje. En bij dat kampvuurtje kunnen we onze vaardigheden weer gaan upgraden. Vijanden die geraakt. Oh ja. Verlengde tijdsvenster beschikbaar voor een tegenaanval. Verdien extra XP als je het lukt. Ja, extra XP vind ik altijd de moeite waard. Weet je, dan heb je gewoon eerder heb je je upgrades. En dan doen we ook de... Oh, we gaan hier eens even kijken. Pijlen terugwinnen. Hmm.
dieren groeien. Snel items maken. Weer extra XP. Ja, ook weer extra XP. Yes, yes, yes. Nou, het ziet er allemaal goed uit. Wapens upgraden. We kunnen weer de boog op gaan graden, zie ik. Gaan we even niet doen. Nee, daar doen we even helemaal niks mee. En we gaan ook niet snel reizen, dus we gaan gewoon lekker verder. Oh, ik voelde me echt net alsof ik weer de HEMA uit kon lopen of zo. Dat ik gewoon echt geen idee heb waar ik heen moet. Maar volgens mij heb ik de goede. Optionele uitdaging stoppen in de buurt. Verkennen om de ingang te vinden. Oeh. Interessant, interessant. A Byzantine war galley. How the hell did it get down here? Mongolian. They passed through here. I must be close to the lost city. Ja, los de eeuwenoude mysterie zo op je graaf. Must be something there. Ja, 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 ja. De optionele uitdaging stompen. Mooi, hè, die Nederlandse bewoning erbij. Nou, dat gaan we zeker doen, jongens. En weer een stukje Grieks geleerd, wat fijn. Oké, okay, hier omhoog. Ah, luck save. Eerst bij de ingang, hoor. Dus gewoon een beetje snel zijn. Dus we draaien deze naar rechts, helemaal naar beneden. Die fucking deal. Let's go. Find out what's up there. Is dit het al? Ik dacht echt dat ik die tombe nog in moest. Look at all this. Why were they carrying so much wealth with them? Ja, dit is echt alweer om weg te gaan. Mooi. Je moet aan dezelfde denken nu, hè? This codex details the archery techniques of the foes of the Byzantine Empire.
nieuwe vaardigheid geleerd. Oude vaardigheid. Ja, wat is het nou? Een oude of een nieuwe vaardigheid? Grappig. Schiet pijlen snel achter elkaar door right-trigger snel in te drukken. Oké. Meteen maar even demonstreren natuurlijk, hè. Ah, ja. Dat is gewoon twee in de handen. Dat is een hele oude techniek, wat ze zelf niet op kon komen om een tweede pijl in de handen te houden. Ja, de optionele tombs is dus hetgene wat we zeker gaan doen, jongens. Als die in de buurt zijn, gaan we die ook even opzoeken. Want dat is wel de moeite waard. Veel XP. Nou, leuk dat je een nieuwe skill leert. Een oude skill leert. En, nou ja. Het was ook wel rather easy, deze. Zwemmen voelt een beetje awkward aan. Een beetje rare besturing. Zo. Dat is een beetje lang onder water. En weer Russisch. Nog steeds dat bloed in mijn scherm, gewoon volgens mij omdat ik damaged ben, maar die damage die kreeg ik omdat ik mijn adem te lang heb ingehouden. Wat is dat voor onzin? Oh, what the fuck, ik dacht echt dat het een soort flashback was die we net zagen, maar... You killed those men back there. I killed them to survive. I suspect you did too. How long have they been here? Days. At most. The invaders took many of my people prisoner. You should leave this place before it's too late. I can't do that. I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. You and I are on the same side. I hope I can prove that to you. What's going on down there? Who? So, there are... Zeker geen aardige tante. And they appear to have been here for a very long time, living in isolation for decades, even centuries. Notice elements of. Hoppakee. Ja, dat konijntje moest kapot, ja. Dat konijntje moest kapot. Vuile klootzak. Ik zag het wel aan hem, hoor. Dat konijntje ook. Zag je hem kijken? Hij keek me echt vuil aan. Echt zo van, ik ben het niet. Oh, hij niet. Nothing I can do for him now. Constantine is on his way down from the prison. First day in. We need to get this mess in order before he arrives. Hey. Nee, niemand kan je horen. Afleidingsobjecten. Okay. Never seen anything like that. Crazy son of a bitch. Rushing three armed men with an axe. You hear that? I'll go look. Stay close. Okay.
Hoppakee. En weer een kogel door Sophie. Pijltjes zelfs terug. Lekker. Kistjes open trekken voor allemaal onderdelen. Hout voor de pijltjes. Ziet er goed uit. Dit is wel echt een probleem. Dat op dit niveau gaat het wel hard. Hier, achievement. Headshot an enemy with an arrow from a distance beyond 25 meter. Nou, dat was bijna 100 meter, joh. 3 achievements. Nou, de actie komt erin, jongens. De actie komt erin. Lekker, lekker, lekker. Laat ik een paar van die klootzakken omleggen. Die ik heb gekozen. Tegenaanval. Dat is echt wel lekker. Oké, tot nu toe is het te doen, maar als ze machinegeweren hebben, dan wordt het echt wel een heel ander verhaal. Ze zijn niet zo schietgraag op het moment. Misschien komt het nog door het begin, maar ik klaag niet. Het zag er leuk uit. Klimmen, Lara, klimmen, Lara. Hierheen, hè? Hier, want hier zijn de witte streepjes. Dus dat is duidelijk, daar moeten wij. Zo makkelijk is het, jongens. En denk er dus aan, als je op een makkelijker niveau gaat spelen, wordt het duidelijker aangegeven waar je heen moet. Misschien voor sommige spelers wat fijn. Maar ik vind dit echt een lekker iets, weet je. Als je toch al 20 jaar die spelletjes speelt, dan mag het zeker wel een beetje uitdagend zijn. Tot nu toe is het een beetje uitdagend. Gewoon leuk. Het ziet er veelbelovend uit. Ik hoop niet dat die al te moeilijk wordt. Oh ja. De fik erin, jongens! Daar gaan we. Wild Bill nu, hoor. Je wil wel echt een headshot schieten, zie ik. Je wil echt een headshot schieten. Ik schoot er gewoon 4-5 keer. Maar volgens mij is dat Grieks. Daar heb ik een klein beetje van
geleerd. God. God. Oh no. No, no, no. Nou, was ook het risico niet waard. Nou, ze hebben iemand gevangen genomen, dus... deurtje openmaken. Andere wapens. Gebruik andere wapens en munitie. Oh ja, wapenwisselen met de D-pad. Oké. Duidelijk. Even extra pijlen maken. Een hele koker met pijlen hier, joh. Oh, big fight. Die gast. I left you in charge here. Yes, sir. But we didn't expect such heavy resistance. You were to be my eyes. I expected you to see. You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. No. You don't. No. Daar gaan ze ogen. How could someone like you? Oh, hoe wist ik het, hè? Go easy. Go easy. Don't fear the suffering. Our goal is within reach, but we must be vigilant. If we succeed here, a new world awaits. One of our own making. Constantine, you're needed back at the prison right away. We've got a captive who might know something about the artifact. Remain faithful. We will share in the glory of the divine source. Vet hoor. En weer denken ze het eeuwige leven gevonden hebben. Dat is in de vorige. Hier gaan we niet engageren, jongens. Oeh, dit wordt echt wel een pittige. Looks like we got another fuel leak. What the hell happened? This thing is 50 years old. Yeah, looks like the valve failed. All right, let's get it shut. We can't afford to lose any more after that attack. Okay. Still having trouble with the old fuel. Die staat in de schaduw, want die kan ik wel pakken. Just need some more leverage. Damn it. Cover is stripped. You want to give me a hand? Yeah, sure. Gaat toch wel heel erg smooth tot nu toe. Hij heeft een beetje last van zijn oogjes. Hoppakee. Alles down. Ziet er goed uit zo. Laten we eens even uit horen wat er gebeurt. My eyes. Help me. Ja, ik kan hem niet zo laten liggen, die jongen. Hoppakee. Kogels voor de pistool. Ook fijn. Waarschijnlijk kunnen we hier ergens naar buiten. Nee. Nog meer kogels. Oh.
Ik druk de right thumbstick even in. Kan ik weer kijken waar we heen moeten. Got to find a way to destroy that tank. Ja, dat is duidelijk. Oh. Er zullen ze niet al te vrolijk in zijn. Ik dacht heel veel dat het gebouw ging ontploffen, dus ik denk ik moet dit eventjes keihard proberen. Als dat nodig was. Oké, ik denk ik gebruik hem als schild, maar dat was iets te voorbarig van me. Dat mag helemaal niet. Mag helemaal niet in de game. Maar met pijl en boog lukt het hier niet. Echt de pistool heb. Zo. Oké, so we just stepped up our game. We moeten even iets serieuzer gaan spelen, zie ik. Survivor is toch ja, het moeilijkste niveau van de game. Ze willen deze keer wel echt iets moeilijks bieden. Ik weet het hard in de eerste Tomb Raider op de Xbox ja, viel gewoon heel erg mee. Het was echt eigenlijk best wel easy. Stukje hout. En we gaan een kampvuurtje maken. En dan ga ik hierbij zeggen dat deel 3... van de spelbreker reis door Rise of the Tomb Raider af is gelopen. Ik bedank jullie heel erg voor het kijken. Wees er zeker van dat je twitch.tv/de spelbreker in de gaten gaat houden. Ik speel heel Tomb Raider uit, dus ik hoop dat jullie dit gaan volgen. Maar behalve dat jullie veel Halo bij me gezien. Call of Duty Black Ops 3 gaat binnenkort erin. En het wordt gewoon gezellig hier. Het wordt gewoon hartstikke gezellig. Ik...